Hallo allemaal, superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie een do-it-yourself laten zien. Ik heb namelijk een speeltoestel voor Coco gemaakt. Ik heb in de filmpjes alles een beetje doorgespoeld in de hoop dat de video wat korter wordt, maar nog steeds duidelijk is. Laat even in de reacties weten wat je daarvan vindt. Wat heb je allemaal nodig? De onderkant van een doos, eventueel een ontwerpje, touw, en dan kan je ook nog decoratiespullen zoals stickertjes en washi tape. Dopjes, ZT-stopjes, een wc-rolletje, een mesje, een schaar. Eventueel ook decoratiekafpapier en ook wat lijm om dit dan vast te maken. Eerst dan knip je de wc-rol in dit soort ringetjes. Dan maak je gaatjes in de dopjes met een mesje. Ik raad het wel aan om samen met je ouders te doen voor de veiligheid. Vervolgens kan je de cirkeltjes die je uit de wc-rol hebt geknipt samenschuiven tot dit balletje. Ik heb er zelf nog wat washi-tape overheen gedaan, zodat het extra stevig is. En je moet wel opletten dat je hamster dit niet op gaat eten. Dan leg je de satéstokjes neer op de afstand zoals jij die wilt hebben voor het ladderje en verbind je het touw eraan vast. Als je alle satéstokjes dan aan elkaar hebt geknoopt, dan ziet dat er ongeveer zo uit. Ja, het ziet er bij mij niet heel erg mooi eruit, want ik heb eigenlijk niet zo heel veel knutselskills. Daarna heb ik de twee dopjes met de gaatjes aan het touwtje geregen en aan de achterkant een knoopje gemaakt, zodat ze blijven hangen. En dan als allerlaatste heb ik aan het balletje een touwtje gemaakt door het aan een van de ringetjes te knopen. Dit is hoe de bak er ongeveer uitziet als je hem hebt gepimpt. Ik heb hier al de speeltjes door de gaatjes heen gemaakt en met knoopjes bevestigd. De touwtjes aan de bovenkant moet ik alleen nog even afknippen. Zo ziet hij er dan uit als die boven Coco's Kooi staat. Hierbovenop kan je altijd nog wat dingen neerzetten en opstaan. Ik weet dat Coco's Kooi is op dit moment een beetje aan de kleine kant, dus ik ben ook van plan om binnenkort een nieuwe kooi te kopen. Hier hangt dan dit balletje, daar kan je snoepjes insteken. Hier hangen die twee dopjes, daar kan je hieronder in het onderste dopje ook een snoepje doen. Dan kan hij er tussenuit halen. Hierachter hangt dan het laddertje. Dit was dan de video. Heb jij er iets aan gehad of vond je hem leuk? Doe dan een duimpje omhoog of laat een reactie achter. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.